Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Daarom eerst de trendwatcher Ajit Bakkas over zijn autobiografie Levenslust. Ajit, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je schrijft, ik ben gekleurd, homo, 50-plusser, gehandicapt en sinds dit jaar ook nog weduwnaar. Ik heb alle reden om ongelukkig te zijn. Maar toch ben je niet ongelukkig. Hoe kan dat? Elke ochtend als ik mijn koeienoogjes opensla en ik denk naar buiten, zeg ik, dan ben ik toch eigenlijk een gezegend mens. Ik ben tevreden. Ik woon in een mooi huis. Ik woon in het wonderschone Almere. Ik heb een fantastisch leven. Mijn werk, ik ben veel gevraagd voor mijn lezing. Ik treed weer overal op. Mijn boekjes verkopen als een tierenlier. Mijn biografie is nu al verfilmd. En dat gaat nu... Dus ik denk van ja, waarom zou ik klagen? Nou ja, je noemt nu allemaal vrij zakelijke dingen. Maar qua persoon, persoonlijk leed is overkomen. Ja, kijk. Er is mij heel veel leed overkomen, maar joh, glas is half vol of half leeg. Ik concentreer me niet op het leed. Dat is iets dat ik van mijn eerste man geleerd. Die kreeg kanker op zijn 42e, stierf op zijn 44e. Maar die zei, jongens, ik ga niet iedereen lastigvallen met urenlang over mijn ziekte te praten en ieder chemo in detail beschrijven. Als je bij mij op bezoek komt, 2 minuten over de ziekte en daarna niet meer. Klaar. Ja, en hij zei ook tegen jou op zijn sterfbed, althans dat las ik in je boek, je moet niet alleen blijven, Ajit. En daar heb je aan gehouden. Dat zei mijn tweede man, Vinko, ook. Dus ik moet van hem hertrouwen. Dus als er nu een luisteraar is die denkt, nou, ik wil dat lijkt me wel wat. Die mag dan solliciteren. Die kan dan zich bij jullie melden, bij de redactie. Oké. Okay. Lessen van een levenskunstenaar staat er op de kaft. Maar wat is dat eigenlijk, een levenskunstenaar? Nou ja, gewoon iemand die van het leven toch echt wat mee te maken. Want... toen ik mijn hersenbloeding kreeg, lag ik in een revalidatiehuis. En 9 van de 10 patiënten bleven boos in bed liggen. En dan denk ik, ja, ik kan wel boos in bed blijven liggen. Maar ik had een fantastisch leven en ik wilde dat terug. Dus ik ben keihard gaan werken. Extra fysiotherapie, extra alles. En een jaar later stond ik weer in Tokio on stage. Oké, dat is snel. Wel. Ik leef op wilskracht en op humor. Ik heb ook natuurlijk mezelf veel uitgelachen. Ja. Maar snap je dat niet iedereen dat lukt, Ajit? Snap je dat niet iedereen dat lukt? Nee, dat snap ik niet. Nee? Ik ben, omdat mijn man zei, je moet gaan daten. Ik was van de week op zo'n dating site. Kwam ik een man tegen, een homoman, mijn leeftijd. 12 jaar geleden weduwnaar geworden. En die man is al 12 jaar boos. Mm-hmm. Dan zeg ik, je man is 12 jaar dood en jij bent 12 jaar boos. Dan kom je nooit meer aan de man. Je moet gewoon met décolleté op salesdiepte en big smile. Mijn moeder heeft geleerd, lach naar de wereld lacht naar iedereen. Ik zeg, als jij zo op een datingsite gaat, toedeloe, ik hoef niet. Als mensen een glas azijn drinken om vrolijk van te worden, uit de weg. Maar Ajit, je moet toch momenten hebben gehad in je leven dat je ook vol verdriet zat, toch? Ja, tuurlijk. Maar dan denk je en dan huil je in slaap en de volgende ochtend begin je weer fris weer. Je moet jezelf daartoe zetten. Je moet het doen. Ik vind het een plicht. Ik bedoel, als je nu ook nagaat, joh, het leven is zo snel voorbij. En met de huidige oversterfte, 500 mensen per week, sterven er nu meer dan 2 jaar geleden. In de leeftijd tussen 10 en 60 jaar. Dan weet je dus dat dat kan gebeuren. En dat als immuunsysteem ouder worden, betekent ook je immuunsysteem wordt zwakker. Je bent gevoeliger voor kanker, hart- en vaatziekten en andere dingen. Dan is het toch zonde om die korte tijd die je nog hebt, om die te gaan verprutsen. Dus ik zeg, als je boos bent, ergens over bent, ga ontbozen. Als je verdrietig bent, eet chocola. Helpt bij mij goed. Oké. Okay. Je had het net. Daar word ik heel gelukkig van. Ajit, je had het net over die man die 12 jaar boos was. Ja. Wat heb je tegen hem dan nog gezegd om daar geen 13e jaar aan vast te hoeven plakken? Ik heb hem geadviseerd een persoonlijkheidstransplantatie te bestellen. Ja, nee, dat kan niet. Toedeloe. Nee, maar je moet toch iets ik heb in je mindset eerst geprobeerd, maar toen die man bleef alleen maar zuur. Oké. Okay. Bleef alleen maar zuur. Nou ja, goed. Zoals ik al zei, het is niet iedereen gegeven. Jou lukt dat wel, gelukkig. Even terug naar je boek, hè, Levenslust. Ja. Er is een woord vooraf door oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Waarom juist van hem? Ik vond het belangrijk dat in deze rare... Ik ben dit boek trouwens, ik heb er 6 jaar over gedaan. 6 jaar geleden, toen ik mijn hersenbloeding kreeg, dacht ik dat ik doodging. Dus ik denk, ik begin mijn verhaal op te schrijven. En toen was Bolkestein nog heel gezond, hij is nu ziek. Maar ik ben, in deze woke-tijden wordt allemaal geroepen, ja, alle witte hetero mannen zijn slecht. Alles wat fout gaat is hun schuld. Ik ben door 3
oude, blanke, hetero mannen geholpen te worden wie ik ben. Bolkestein heeft mij geadopteerd. Ik was zijn choco-adoptiefje. En het naamwoord is van Mickey Huibrechtsen, toen de baas van het grote adviesbureau McKinsey. En een gepensioneerde kolonel, Willem de Vries, die heeft mij onder de arm genomen en heeft me overal naartoe gebracht. En deze drie mannen, waarvan de wolkbeweging roept, slecht, oud, wit, die hebben mij gemaakt tot de man die ik nu ben. Dus ik vond het ook een dankbetoon aan hun. Is dat geluk geweest dat je die mensen bent tegengekomen op je pad? Of geloof jij meer van, ik heb dat zelf afgedwongen? Allebei. Maar ik denk ook, dat schrijf ik in mijn boek ook, ik geloof ook wel in astrologie en ik geloof ook in een beetje hocus pocus. Ik ben ook wel een beetje zweverig. Ik ben ooit in Israël een keer naar een man geweest die je vorige levens kon reconstrueren. Die zei, je bent één van je vorige levens was je een negerslaaf in Egypte. En negers herkennen dat. Die voelen aan jou dat je één van hun bent. Dat klopt. Ik ben heel populair in Afrika. Ik werk daar voor de Vereniging van Banken in Nigeria. Als ik daar ben, allemaal willen met selfies en allemaal dit en dat. En allemaal knipoog. Okay. Mag ik Kamasutra met u spelen? Ik zeg, ik lag me helemaal dood. Maar ja. In het andere leven, zegt ze, was jij in een klooster in Byzantium. Toen dat ten onder ging en overgenomen werd door de Ottomanen. En deze oude mannen, die zaten allemaal in het bestuur van het klooster. En die kende je uit die tijd. Oké. Nou, nu we toch met astrologie bezig zijn. Ik lees in je boek dat je ook nog wel eens contact zoekt met je overleden mannen. Ja. Hoe gaat zoiets? En wat zeggen ze? Nou, ik heb drie waarzegsters. Je moet ook een paar hebben. Dat is. Ja. En, je moet je risico spreiden in het leven. Altijd een beetje. Ja, ik ben ondernemer, dus ik ben ook in concurrentie. Maar er was bijvoorbeeld eentje, die zit in Brabant. En als mijn man wat tegen mij wil zeggen en ik ben te druk. Want soms komt hij gewoon in mijn dromen en in mijn dingen. Maar als hij wat tegen mij zegt en ik ben te druk, dan neemt hij contact op met Marianne. En dan belt Marianne mij op, zegt, die man van jou heeft weer wat boodschap en die haalt me weer uit mijn nachtrust. Ach. Zegt, het is wel een dominantje hoor. Ik zeg, ja, I know. En dan zegt ze, ja, maar je moet dit en je moet dat. En hij heeft dat voor idee en dat soort dingen. Dus ik vind dat wel leuk. Ik vind het heel troostend. Misschien beeld ik het me in. Goed. Het geeft wel. Als jij er wat aan hebt, het helpt voor jou. Precies. Ja. Ja. Zeg, in het boek beschrijf je ook de pracht en praal van je villa, hè, in Almere Overgooi. Zou je ook gelukkig kunnen zijn in een tiny house, Satiet? Mijn man heeft ooit eens gezegd, wij zouden gelukkig kunnen zijn in een kipcaravan. Waarop de buren heel hard moesten lachen. En die zeiden, nou, wij zien die kipcaravan van jullie. Nou. Ja, dat zie je dus niet gebeuren. Doe maar een hotelletje voor Ajit. Dat lees ik ook in je boek. Ja, maar het is. Nee, natuurlijk zou dat ook wel kunnen. Maar weet je, kijk, we hebben zoveel gereisd. Zowel met mijn eerste als mijn tweede man. Ik heb zoveel gereisd. En we hebben over de hele wereld allemaal die mooie dingen van meegenomen. Dus tijdens die coronajaren vond ik het ook helemaal niet erg om thuis te zijn. Ik kon op vakantie in eigen huis. Ja. Ik had overal de herinneringen. En ik kon dit, ja, dat is China, dat is India, dat is dit. Dus en er is een Brits onderzoek dat bewijst dat kijken naar kunst maakt even gelukkig als de liefde. Dus ik omring me daarom graag met kunst, met mooie dingen. Want dat, dan hoef ik maar dat te kijken. Ik praat met zo'n beeld of praat met zo'n schilderij. En dan geeft dat ook weer wat inspiratie. In je boek staan veel wijsheden van je oma, van je moeder, uit China, uit India, waar je voorouders oorspronkelijk vandaan komen. Maar ook uit jouzelf. Ja. Dat mag, hè, als je 60 bent. Een van die dingen is, je kunt de informatie uit de lucht opplukken. Hoe gaat dat? Nou, er hangt gewoon ontzettend veel kennis in de lucht en daar kun je op intunen. En sommige mensen zeggen, dat kun jij ook. Als je een kamer binnenkomt en er hebben mensen net ruzie gemaakt, dat voel je ook. Altijd toen ze big smile, je voelt het. Als je een sick building binnenkomt, je voelt het. Sommige mensen, bijna iedereen voelt het, maar heel veel mensen sluiten zich af van dat gevoel, van die intuïtie. Kun je wel leren, sommige mensen zijn daar beter in dan anderen. Die werden vroeger shamanen genoemd. En in mijn moeders familie zit dat, aan mijn moeders kant zit dat. Ze allemaal helderziend, allemaal paranormaal. Mijn moeder, mijn oma, allemaal. En ik heb dat ook wel. Dus ik voel het heel snel aan. Om de mensen te beschermen, is er gewoon een scherm in je rechterkant van je hoofd om je te beschermen tegen al die kennis uit de lucht. Okay. Want anders krijg je zo overdonderd met zoveel kennis dat je gek wordt. Ga er maar door. En ik had vroeger, in mijn klanten zeggen, jij had vroeger één lijntje naar boven. Nu heb je er 1 miljoen lijntjes naar boven. En het schild is kapot. Okay. Dat is door de hersenbloeding kapot gegaan. Okay. Ik ben beter geworden in mijn werk. Dus dat zeg ik ook, jongens.
ieder nadeel heb zijn voordeel. Hoort het, ja. Zeg, het boek gaat ook verfilmd worden, Ajit. Het is al verfilmd, oh. Het wordt nu gemonteerd. En wie speelt jou? Het wordt een, nee, het is een documentaire. Een documentaire. Het leven van mijn man is al verfilmd. Dat heet Levenslicht, dat staat op YouTube. Deze is nu Levenslust, die is nu verfilmd met Katrien Keil en Prem Radakishun, die mij interviewen over wat allemaal in het boek staat. En dan met heel veel archiefbeelden, want ik ben meer dan 500 keer op tv geweest, met 1000 keer op de radio. Dus als je dan. Je kunt gewoon een ontzettend leuke mens maken. En hij komt. Het is 2 keer een uur. En hij komt in begin volgend jaar uit. We moeten even kijken waar hij in première gaat. In Amsterdam of Almere of ergens anders. Dat gaan we nog zien. Nog één ding. Speel open kaart als het slecht met je gaat. Schrijf je heel nadrukkelijk op in je boek. Waarom adviseer je dat te lezen? Zoveel mensen spelen toneel, die houden zich groot. Die spelen toneel, dat is echt... En verder, en als je open kaart speelt, dan krijg je ook hulp aangeboden. Toen het slecht met mij ging, ik heb na mijn hersenbloeding 2 jaar niet kunnen werken. Tijdens de coronatijd ook 2 jaar niet, geen congressen. Er waren gewoon mijn man en vrienden die mij overeind hielpen, financieel overeind hielpen. Dat is, en als ik geen open kaart had geweest en mooi weer had gespeeld, van ja, joh, nee, allemaal prima. Had je nu in die tiny house gezeten? Nee, precies. Maar je moet dus daarom zeg ik ook van speel op me. En ook neem het leven niet te serieus. Je overleeft het toch niet. De wijze woorden van Ajit Bakas, trendwatcher uit Almere. Hartelijk dank voor dit gesprek.